En bij de hoofdingang van Kemp's Bike Totaal. Dat is het eigenlijk het oudste pand van de vier panden die ze bezitten. Het is uit 1603. En het pand werd de Breil genoemd. En Breil, dat was uh, eigenlijk het gebit van een paard. Later, uh, eigenlijk behoorlijk wat jaren later, heeft het pand ook een andere naam gehad. Het was de Twee of de Drie Snoeken. Misschien uh, dat de echte oude daar het nog weten. Nou, ja, Prachtige mooie historie van deze panden, maar wat doet de vierde generatie Kemps op dit moment hier in die binnenstad? We gaan even kijken en praten met Rick Kemps. Rick Kemps van Kemps Bike Totaal. Uh, jou niet onbekend, want overgrootvader uh, zat ook al in de fietsen. Ja, dat klopt. Ik ben de, de vierde generatie. Geen monden begonnen. Mijn opa naar Hintam gegaan en mijn vader hier om de hoek. Uh, 53, 54, 54 jaar geleden begonnen. Ja. En zo'n lief voor de vijfde generatie is in de leer op dit moment elders. Even zonder namen te noemen. Even terug uh, uh, naar hier naar de, de Korenbrugstraat. Uh, van de buitenkant uh, zie ik een mooie grote etalage. Maar als ik binnenkom is het erg verrassend. Ja, mensen verwachten dat niet in de binnenstad. Zeker niet in een horecastraat. Uh, maar ja goed, wij zaten er al voor dat de horeca er zat. En we uh, ja, wilden eigenlijk niet weg. Nee. Want ja, het is inderdaad, ja, bedoel, het is natuurlijk wel een geluk dat mensen op de fiets hier naartoe komen, want je hebt ook een grote reparatieafdeling. Um, is het een onderdeel van het winkelen, wat, wat de mensen hier doen? Van ik ben in de stad, ik ga toch even bij Kems langs? Ja, over het algemeen wel. Natuurlijk hebben we het, uh, het gros woont in de stad. Uh, maar uh, ja, van buiten heb je natuurlijk heel veel mensen of die hier werken en, uh, en winkelen. Ja, en dan is het makkelijk om even je fiets hier neer te zetten met een kleine reparatie, uh, rekbandje of wat dan ook. En, uh, en na het uh, winkelen weer op te kunnen halen. Ja. Is het uh, een plek hier bij uh, 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 Camps Bike Totaal waar ongemotoriseerd is? Of heb je ook elektrisch fietsen of misschien wel scooters? Nee, scooters daar zijn we uh, pak een beetje 15 jaar geleden mee gestopt vanwege het ruimteprobleem in de binnenstad. Um, elektrisch fietsen valt gewoon onder de fietsen. Ja, dat is natuurlijk wel een, uh, uh, een heel groot deel van de verkoop landelijk. Uh, het gaat echt naar de 20 is toch wel al uh, elektrisch geworden. Uh, woonwerkverkeer is daar natuurlijk... Uh, uh, het, is dot, het is een ideale fiets voor woonwerkverkeer. Wat is het hotste item op dit moment qua accessoire? Um, de navigatie, fietsnavigatie. Oh ja? Is dat is echt uh, ongelooflijk uh, hoe ideaal dat het is voor mensen die recreatief fietsen natuurlijk hè? Uh, Ja, in de auto is hij onmisbaar. Maar hij wordt langzaamaan op de fiets voor de recreant ook onmisbaar. Nou. Is er een, uh, even terug naar de werkplaats: een haal- en brengservice? Haal- en brengservice uh, voor noodgevallen uh, wel. Niet voor de, de gewone. Ja, uh, ontrouwsbeurten en dergelijke. Daar zijn we wel mee bezig om dat op te zetten. Uh, in de binnenstad is dat vrij lastig. Uh, tijdens de spits kom je moeilijk de stad uit met een busje en nog moeilijker de stad in. Uh, we hebben wel een snelservice uh, voor kleine reparaties. Uh, proberen we dat echt binnen een uurtje uh, gedaan te hebben. En anders hebben we leenfietsen. Uh, we hebben veel leenfietsen staan voor mensen die uh, toch naar huis moeten of naar de werk moeten. En dan kunnen dus ze de dagelijks de rand uh, omruilen. Tot slot, uh, mensen die hebben zitten kijken, denk ik, ik: ga een keer kijken wat zijn je openingstijden. Zwaandags en zondags zijn wij gesloten. koop zondagen doen we. gaan ga je naar de overkant een beetje pakken. Juist, dan is het hier in, met mooi weer is te druk in de straat ook. Um, maar uh, dinsdag uh, tot en met vrijdag zijn we s morgens om 8 uur open. Dat doen we vooral voor de werkplaats, dat mensen vroeg terecht kunnen. Um, tot 6 uur s avonds. Uh, donderdag hebben we koopavond tot 9 uur. En zaterdag zijn we van 9 tot 5 open. Rick Hems, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ik was al buiten en toen bedacht ik me ineens dat die kelder van 400 jaar oud ook nog goede gebruikte jonge uh, inruilfietsen heeft. Dus als je een goede gebruikte fiets zoekt van de grote merken, dan ga je even naar de kelder.